Mechelen is sinds kort een Nederlands kampioen rieker. Happy Friet wordt uitgeroepen tot de mooiste frituur van Nederland. Voor eigenaar Robert Rouwet een grote eer. Dat kan maar wel zeggen, het is zo wie het zei. Leg eens uit, wie is het zo gekomen? Nou, we hebben in 2014 houden we de tweede plek van Nederland geworden. Toen ging dat heel anders. Toen hebben heel veel hebben moeten stemmen en zo gaat allemaal. Toen ging dat via internet. En dit jaar hebben ze het anders aangepakt. Ze hebben alle zaken gaan bezoeken. En toen kregen we voor een maand of drie terug kregen we een bericht over bij de 100 laatste zoten. Voor 4 weken terug kregen we een bericht over bij de laatste 10 zoten. En toen belden ze op en toen zijn ze gekomen met de beker. Ze gekomen en nu hebben ze ons de beker gebracht. Dus, en ik moet zeggen dat ik het fantastisch vind. En de beschrijving stond van de jurystijd dat ze het een fantastische zaak vonden. Ze lachten de BN tot voor een open haard houden. Vrouwen een fantastische tuinboete met een brug over het water. En een groot afhaalgedeelte, dat het allemaal apart wordt, dat het de lui niet steurde. En natuurlijk de totale inrichting. Ja. Dat was gewoon wat ze zeiden, dat waren de hoofdpunten waardoor en de fantastische ligging met een grote achtertuin. Ja. Ja, en dat is zomaar in een dorp wie Mechelen. Ja, dat kan maar wel zeggen. Mechelen met zijn 1600 inwoners en dan een frituur hebben met als alle zitplaatsen opsteun van bekans 350 zitplaatsen. We hebben 13 mensen aan het werk, dus dat is best wel een grote zaak. We maken heel veel zelf. We bakken de frieten zelf voor, we maken salade zelf, we maken zeg maar, snap ze. Dus dat is gewoon het voordeel van alles. Daarvoor heb je ook zoveel lui aan het werk. Daar hebben ze in het verleden al meerdere prijs gehaald. Klopt toch, hè? Ja. Het klopt, we waren dus in 2014 boven tweede en de grootste prijs wat ik ooit gewonnen heb, was in 2009. Toen word ik leermeester van het jaar. Dus ben ik van alle bedrijven wat leerbedrijven zijn, we hebben ook leerlingen in dienst, ben ik daar, word ik de nummer 1 van het land. Ja. Dus er komen stagiaires zeg maar bij die leren? Ja, dat hebben we. We hebben ook wel eens andere fritures, wat dus beginnend personeel aanneemt, die schikken ze dan naar Oos. Ja. Dus naar mij en weer leren die hier aan. Ja. Hebben ze zelf nog toekomstplannen met de frituur? Wil ze nog gaan bereiken? Nou, ik ben ook formulehouder. Dus we hebben verschillende zaken. We zitten onder andere in Ransdaal. We zitten in Heerlen en we zitten in Maastricht. En we zijn nu nog op 3 plekken bezig. Dus er komen nog 3 Happy Frits erbij komend jaar. Okay. Ja.